Erto gaat aan de slag. Een hele kleine reisorganisatie, dat ADO Travel. En die zitten hier om het hoekje. Oh, I'm sorry. I'm looking for ADO Travel. Inside? Ik geloof er niks van. Hallo, I'm looking for ADO Travel. This is ADO Travel. This is not ADO Travel. The issue Daya. Volgens de vrouw is ADO Travel hier niet gevestigd. Maar Alberto treft wel een Nederlands sprekende reisleider. Hallo. Hallo. Spreekt u Nederlands? Ja. Dag, mag ik mij voorstellen? Oh, kom eens aan. Ik ben Alberto Stegeman van het toeristieprogramma. Nee, ik ken jou, man. Ik ben bang. Ja, ik zie jou. Je ziet mij. Kijk aan. Ik ben eigenlijk op zoek naar iemand van ADO Travel. Of moet ik zeggen ADO Travel? ADO Travel, ja. Hoewel ADO hier formeel geen kantoor houdt, fungeert de reisleider wel als aanspreekpunt. En hij blijkt de zaak tot in detail te kennen. Vier-ster hotel is niet mogelijk om te vinden in Marcus. Of moet heel veel extra betalen. Dit komt niet door mij. Ik moet alles met ADO Nederlands spreken. Maar ADO Travel zegt dus eigenlijk, wij lossen dat niet op. Ja, voor heel veel geld extra bijbetalen. Maar dat heeft ze niet en dat wil ze niet betalen. De reisleider toont zich bereid om te bemiddelen. Maar dan verschijnt zijn baas op het toneel. En die is niet gediend van Alberto's bemoeienissen. Het is mogelijk om jullie foto's maken en zeggen. Spreek Engels. Loopt u dan mee naar buiten? Zou je dat willen doen? Ja. Ja? I call the police now. No, it's no problem. Huh? We go outside. Here is not banana no, company. No. Or banana country. No, no. Alright? We know. So, I was looking for this Dutch guy. So that's why I asked him. This is not the way. Als Alberto het pand niet direct verlaat, dan wordt de politie ingeschakeld. Nou, we mogen dus niet binnen filmen. Maar goed, dat hoeft ook niet, want de reisleider heeft beloofd naar buiten te komen en dan kunnen we hier gaan verder praten. Maar de reisleider duikt plotseling weg en is in geen velden of wegen meer te bekennen. Die reisleider komt niet naar buiten. Ik heb zijn telefoonnummer, dus ik vraag hem even om hier naar buiten te komen. Maar aan de andere kant van de lijn blijft het stil. En de weersomstandigheden helpen ook niet mee. Intussen is de politie in de buurt gesignaleerd. Dan belt de reisleider plotseling terug met het verzoek om naar zijn kantoor te komen. Maar Alberto vertrouwt het zaakje niet. Waarom moet ik terugkomen? Jij moet gewoon naar die mensen om dat te regelen. Ja, maar alles betaald. Ik laat me niet in de val lokken. Het enige wat jij moet doen op dit moment is die gasten een mooie plek bezorgen. Niet meer en niet minder. Nou, die hangt gewoon op. Een reisleider die dus zegt, kom hier maar naartoe. Nou, die baas heeft natuurlijk de politie gebeld. En als wij daar staan, dan moeten wij uitleggen waarom wij daar verhaal kwamen halen. Dat duurt veel te lang. Het is heel simpel. Ik ga met Nederland bellen, met ADO Travel. En die gaan het regelen. En niet dat ik mij door een reisleider in de val laat lopen. Omdat er in Turkije geen fatsoenlijke gesprekspartner valt te vinden, belt Alberto met ADO Travel in Den Haag. Dag, gesprek met Alberto Stegeman van het televisieprogramma Red Mijn Vakantie. Bij ADO Travel lijkt men niets van de zaak te weten. En Alberto wordt van het kastje naar de muur gestuurd. Ik verwend je even naar mijn collega. Bedankt voor het wachten, ik ben overgekomen. En aan mij is gevraagd van kunnen we de klanten naar Pasjevic brengen tot en met 11 augustus. En daar hebben we akkoord op gekregen en ik heb hier een versie van Pasjevic ontvangen. Van 2 tot en met 11 augustus gaat het dan naar hotel Pasjevic, dus naar een 4-ster hotel. En hoeveel moet zij dan bijbetalen? Dan betaal niks meer. Ze hebben al 2 dagen niets gehoord van jullie. En plotseling is er een kwartier nadat wij bij de reisleider komen ineens een oplossing. Luister, ik vind dat fantastisch voor Nathalie en voor Chanel. Want daar doen wij dit voor, daar doen jullie dit voor. Het verbaast me alleen dat u dat nu zo snel vertelt. In een kennelijke poging Alberto buitenspel te zetten, heeft ADO Travel de zaak plotseling razendsnel opgelost. Chanel en Nathalie, die staan daar te wachten. Ze krijgen dus een ster meer, hoefden niet voorbij te betalen. Alleen het ging op zo'n vreemde manier